Hans, help me. Ik kan ze niet aan. Die arm schaalt er niet veel. Nee, dit is hartstikke mooi, man. Heb je een goede onderbroek aan? Ja, gewoon die vleeskleur. Kijk zo, het liep. Oké. Nou, durf je ook, hè? Hoe heet hij? Piet de bouwman, die heeft mijn onderbroek aan. Nee, joh. Nee, kijk maar uit. Dat gaat niet goed, hè? Ja, je bosjes ja, ik ben ook wel. Was Tina heel blij, hoor. Wist je dat Tina niet had? Ik ken je zo niet dat dat nep is. Tina, die had zo. Hebben we nou geen schoenen? Ja, ik doe niet. Ja, de zwarte schoenen. Ja, hoor. Kijk dan. Ze allemaal wel, want heb je nog niet, Tina. Al die borsten. Wat er niet had? Dat maakt niet uit. Prima. Goed, Hé, de keukens gelegen, denk je? Hij moet die snor, die moet eraf. Ja, ik wil allebei drinken vannacht. Hij is een beetje gaan bijten nu. Hij moet die snor, die moet eraf. Straks wel even pleister. Ja, we moeten zeggen, Bouw, je hebt geen snor. Hoi, Bouw, je hebt geen snor, hè? Pleister. Nee, dat is zo snee. Dat is ook een playback show. Het is geen soundback show. Dat kan je maken. Nee, jongens, dat ken ik. Bouw, je hebt geen snor. Ik wil die snor. Wij zijn weer terug bij de playback show. We hebben tot nu toe gehad dus een prachtig optreden van de Star Sisters en van Herman van Veen. We gaan nu terug, of eigenlijk verder, met een geweldige artieste uit Amerika. Het is een vrouw vol dynamiet. Ze heeft al samengezongen met verschillende grote artiesten. Eric Clapton, Robert Gray, Bryan Adams. En ze gaat vanavond samen zingen met een andere hele grote artiest uit Engeland. Dat houden we nog even als een verrassing. Mag ik een applaus voor Tina Turner? En mag het licht uit? Hallo Tina. Ik ben vereerd om eindelijk eens oog in oog te staan met Tina Turner. Tina, Tina, Tina! Je ziet, de hele zaal zit vol met fans. Tina, wat ga jij vanavond voor ons zingen? Peter, wat denk je? Ja, ik weet het al. Een hele grote vriend uit Engeland meegebracht. En we gaan het nog niet verklappen. Zeer zeker niet verklappen. Dat gaan we allemaal wel zien. Ik heb alleen één verzoek. Of beter hij een beetje naar die kant kan schuiven en een beetje naar die kant kan schuiven. Want anders kan mijn vriend niet bij mij komen. Een hard het publiek. De grote gast uit Engeland moet daar vandaan komen. Zodat we een klein beetje ruim baan willen maken. Thank you.
Ik heb het gezien dat jij vanavond weer een hele mooie triool uit hebt gekozen. En ik wil graag weten hoe jij, Tina en David door jouw triool gezien hebt. Ja, René, dat wil ik je even zeggen. Ik dacht dat jij ons uitgenodigd had voor de Playback Show. Dit is echt. Ik ben twee weken bij Sinatra geweest. Ik dacht, dit is er. Iets beter bestaat niet. Maar ik moet mijn visie lezen. Dit was beter. Ik wil dan graag het commentaar van de landgenoot van deze folie, onze gast Barry Stevens. Ja, het is natuurlijk ontzettend fijn om hier te zijn vanavond. Niet in de laatste plaats, lieve Tina, please. Niet in de laatste plaats, ik heb een stukje lingerie opgevangen van jou, dus breng ik persoonlijk terug in de kleedkamer. I love you, baby. En daarnaast natuurlijk enige woorden tot mijn landgenoot David. David, het benenwerk, jongen. Oh, ik kon het thuis van mij maar eens laten zien. Dankjewel, baby. Nou, ik hoop dat onze gast uit België het allemaal begrepen heeft. Urbanus, wat heb je dan moeten zeggen? Oh, nou, meneer, het gaat zo goed. Het staat gewoon zo goed. Vader zou zeggen, ik ben plat. Dankjewel, Urbanus. Een applaus voor David en Tina.